We are here all together. And I'm so proud to hand over officially the biggest and most advanced harp in the world to Remy van Kesteren. And I would like to invite Vincenzo Sherbov Salvi to do the honors and reveal the Reus 49. Remy van Kesteren is een grensverleggende muzikus. En hij zoekt de grenzen op niet alleen in de muziek, maar ook in het instrument. You can tell it's big. Hij overschrijdt ook grenzen. Ik gebruik specifiek dat woord, omdat hij iemand is die durft te schuren tegen alles aan. En ook de weerstand tegenkomt van mensen die vinden dat hij te ver gaat. Maar uiteindelijk blijkt dat hij een connectie maakt tussen het ene genre en het andere genre. Dat hij disciplines met elkaar kan verbinden. Wij begrijpen dus ook ontzettend goed dat hij bij die ontwikkeling en bij zijn grensverleggende drang ook een instrument nodig heeft wat daarbij past. Here it is. Excellent, man. Wow. Yeah. En zo zijn wij een traject gestart. In 2015 volgens mij zijn de eerste stappen gezet in een driehoek waarbij enerzijds Remy van Kesteren met zijn artistieke drive, aan de andere kant Salvi met een fantastisch technische achtergrond en het muziekinstrumentenfonds dat het mogelijk maakt om uiteindelijk dat instrument aan te gaan kopen en in bruikleen te geven aan Remy van Kesteren. Het instrument wat er nu staat, de Reus 49, heeft een dempingsysteem dat uniek is. Remy kan met zijn knie een deel van de snaren dempen. En hij kan elektronisch versterkt worden, maar er kan ook nieuwe muziek voor geschreven worden, want de klankeffecten die erop kunnen zijn heel interessant. En het instrument wat er nu staat biedt hem alle mogelijkheden om weer verder te gaan. What for me is actually so beautiful about this collaboration is that it has always been about the inspiration and the love for the instrument. Of course there are all these technical things and their financial issues, but that has never been the essence of what we were talking about. It's always been this craziness, this crazy passion that you also have to make, and that you also we share that. That we just want to make something new and we don't know where we're going to end up, but let's go for it anyway. And this is, I think, why I love you guys so much. I feel we are kindred spirits and we have the same goal, and this has been A mutual inspiration. That's really true. And I'm so curious about what will emerge from here in music perspective. Ieder talent een passend muziekinstrument. Want iedere muzikus anders, heeft een ander ontwikkelingstraject, heeft een eigen muzikale identiteit en ook een eigen klankideaal. En wij willen dus elke muzikus die daar zelf niet toe in staat is, de kans bieden om een instrument te bespelen dat past bij het niveau en de muzikale identiteit.